De Surinaamse bank hanteert al enige tijd verschillende transactiekosten binnen de bank. Cliënten die geld willen storten op rekening van derden of geld willen opnemen vanuit hun eigen rekening, moeten ook kosten betalen. De directie van de bank wil met deze maatregel de drukte binnen de bank verminderen, zeggen DSB-directieleden Alexander van Petten en Arjan Molenkamp in gesprek met onze redactie. De directieleden geven uitleg over de reden achter dit systeem. Kosten bij opname zijn is het wat. De kosten bij het opnemen zijn, is nu 25 SAD. En dat is puur omdat het eigenlijk ook het opnemen kan ook bij de ATM's. Toch? Iedereen heeft een pinpas, dat zien we ook. En dat kan makkelijk bij alle ATM's. De kosten voor storten op rekeningen van op je eigen rekening, daar zijn geen kosten aan verbonden. Maar storten op rekening van derden, daar zijn wel kosten aan verbonden. Want dat is dus 50 SAD's volgens mij. Waar we ook mee bezig zijn, en dat zal de komende weken uitgerold worden op alle kantoren, is dat we een soort van fast lane teller, dus een kassier zullen hebben. Dat betekent dus dat je niet meer de formuliertjes hoeft in te vullen wat je precies wil hebben, maar dat je gewoon ook je kaart gebruikt bij de kassier om ernaar te swipen. En dan kan je ook bedragen opnemen in het kantoor, grotere bedragen dan wat je anders buiten bij de ATM zou kunnen krijgen. Dat hele proces gaat veel sneller, veel klantvriendelijker. En dat is iets dat we nu de komende weken gaan uitrollen. Omdat we denken dat we daarmee ook gewoon rijen in de kantoren sneller weg kunnen werken. En het ook voor klanten gemakkelijker maken om geld te storten en geld op te nemen. Het volledige gesprek met de directieleden van de Surinaamse Bank kunt u morgen bekijken in ons programma In Gesprek Met om 5 uur op kanaal 12.1.